Hallo, welkom bij Horen, Zien en Zwijgen. En ik zit hier vandaag op café in het gezelschap van een oude bekende van Herexamen en de Notenclub op televisie. Maar u kent haar stem ongetwijfeld van bij de madame. Welkom, Anja Daams. Hallo, waar is de tijd, hè? Ja, lang geleden. Ja. Hoe lang is dat eigenlijk al geleden? Geen flauw idee, maar toch al zeker een jaar of Herexamen? 10? Oh. Ik weet het niet. Denk het maar. Het vraagt om een glas. Hè, want absoluut. Een café, een goed glas wijn. Mm. Vandaag is dat de rode wijn. Mm. Le Brin d'Épices van Le Grain Noble. Dat is een Malbec-druif. Ja. Waardoor dat die rijp, vol, maar tegelijkertijd ook zeer zacht om drinken is. Mm-hmm. Die komt van Le Domaine de Chapitre. Mm-hmm. En dat ligt in de Touraine streek. Wow, wat kan je dat mooi uitleggen. Dankjewel. Gezondheid, Anja. Gezondheid, hè. Ik hou wel van een kelner met een mooie uitspraak. Mm. Vind ik wel super. En ik van wijn op café. Mm. Dus perfect. Goed. Ja, en rode wijn, gezond, dus we zitten helemaal goed. Zeg Anja, ja, je zei het, 10 jaar geleden was jij eigenlijk ik, de grand dame van televisie. Herexamen was een heel goed bekend programma. Groot ben ik nooit geweest, Martien. Ja, maar ja, toch wel. Hè, je was wel heel aanwezig dan de Notenclub. En dan ben je ineens radio gaan doen. Ik ben niet ineens radio gaan doen, ik deed al radio. Dus ik presenteerde al bij Radio 2 en dan kwam daar ooit een fax toe, want zo ging dat nog vroeger. Mm-hmm. En daarin stond dat men mensen zocht voor televisie, dat mensen een screentest mochten komen doen. Bettina Gijzen was toen een collega van mij. Dus wij zijn dan samen naar Brussel gereden en hebben daar een screentest gedaan. En van het een is het ander gekomen eigenlijk. Mm-hmm. Wij hebben samen nog onze opleiding gekregen. Ja, want jij werd toen omroepster. Ja. Ja. En ik ging toen een lifestyle-programma doen en daar is dan Herexamen uit, uit verder gekomen. Dus eigenlijk, radio was er altijd al en televisie was, was op vakantie gaan. Was een leuke zijweggetje. Ja, ja, zo, ja. Zeg, je ziet er picobello uit. Was je toen heel erg met je uiterlijk bezig in vergelijking met nu radio? Want ja, radio komt eigenlijk nu ook al op televisie, maar het is toch een heel ander medium. Mm, ik ben nooit zo met mijn uiterlijk bezig geweest. Ik herinner me nog, voor dat lifestyle-programma, dat presenteerde ik samen met Pascal Bal, die blond was. En tv wilde toen dat ik mijn haar rood liet verven. En ik moest toen naar een kapper die zij gekozen hadden. En ik zat daar in die kapperstoel en ik zei tegen die kapper, ik zeg, het interesseert me eigenlijk allemaal niet. En die zei, wacht maar tot je 1 keer op televisie bent geweest. En ik kwam dan 1 keer op tv en ik dacht, ik ben eigenlijk niet veranderd. Het is zo. Ik ben nog dezelfde. Ik ben nog altijd dezelfde gebleven. De mensen kijken anders naar je. Ja, en daar heb ik mij wel moeten aan aanpassen. Omdat ik vroeger altijd dacht van, je moet eerlijk zijn en je moet zijn wie je bent. En maar zo werkt het niet bij televisie. Nee, mensen hebben een beeld van wie je bent en maken jou tot iets in hun gedachten. Mm-hmm. En je kan dat niet veranderen. Je komt over bij de mensen zoals zij het willen eigenlijk. En je kan je best doen om anders, of om te bewijzen dat je anders bent, maar dat, zo werkt het niet, televisie. Vond je dat moeilijk? Ik vond dat heel moeilijk, omdat men mij dingen over mij zei waarvan ik dacht, maar dat is helemaal niet zo. Of dat ik mensen op televisie zag die eigenlijk in het echt helemaal niet zo waren zoals ze op televisie overkwamen. En dan dacht ik, dat is niet eerlijk. Je moet zijn wie je bent. Mm-hmm. Maar ja, zo werkt televisie niet. Herinner je nog zo straffe uitspraken die dan over jou gingen waarvan je dacht, dat klopt niet? Ja, straffe uitspraken niet, maar dat ik zelfverzekerd was. Terwijl ik eigenlijk vaak niks zei, omdat ik niks durfde zeggen, omdat ik zo verlegen was en omdat ik ook niet goed wist hoe ik met mezelf moest omgaan in die periode. Oh, en dan dacht ik, maar ik ben niet zelfverzekerd, ik weet het gewoon allemaal niet. En dat was soms wel spijtig. Of mensen die ineens vriendelijk tegen je beginnen doen, omdat je dan plots op tv komt. En dat is heel pijnlijk, omdat je denkt van, maar wie zie je nu graag? Zie je nu graag die presentatrice van televisie of zie je mij graag? En waarom zie je mij nu plots dan wel graag? En daar heb ik soms toch wel om gehuild, moet ik zeggen. Ja? Ja, ja, ik vond dat heel erg vroeger. Maar dat niet zelfverzekerd zijn, dat is wel goed gekomen, denk ik. Weet je, met het ouder worden vind je je plekje in de wereld. Mm-hmm. En door mijn partner tegen te komen, vind ik ook wel, zo'n partner die naast je staat, dat je zelfverzekerdheid geeft. Ja. Maar dat twijfelen, dat is wel gebleven. Maar nu ben ik daar blij om, want nu gebruik ik zoiets positiefs. Nu denk ik, uit twijfel kunnen mooie dingen geboren worden. Mm-hmm. Zo. Dus het is anders dan 20 jaar geleden. Oh, 20 jaar geleden. Oh. Ja. Ja, het gaat hard, hè? Het gaat snel. Ja. Ja, denk jij, want dat wordt heel vaak gezegd, hè, als vrouw boven de 40, als je in de media bezig bent, dan moet je toch je stikkie, je vaste plaats al hebben, anders is het moeilijk. Ervaar jij dat ook zo? Ik heb het geluk van een vaste job te hebben, tussen aanhalingstekens, vaste bij Radio 2. Ja, ja, een vaste aanstelling is het niet, maar ik heb mijn programma, dat hopelijk toch nog wel een seizoen doorgaat. Dus voorlopig heb ik mijn plekje.
Maar inderdaad, voor vrouwen is het niet gemakkelijk. Mm-hmm. Een man die ouder wordt, schijnt interessant te zijn in de mediawereld. Een vrouw die ouder wordt, schijnt oud te worden en blijkbaar minder interessant. Ik snap dat niet. Nee, ik ook niet. Ja, maar ja, ja, we zijn met twee. Ja. Het is blijkbaar zo. Dat is heel spijtig. Maar ja. Mm-hmm. Je zegt net, hè, ik wil mezelf zijn en ik wilde dat ook al toen ik televisie deed. En toch, als ik jou zo 's ochtends hoor hè, op de radio, dan ben jij zo een en al rust en balans. Maar ik weet dat jij soms een ongelooflijke stresskip bent, dat weet ik nog van vroeger. Ja. Ben je heel anders zo als je voor die microfoon zit? Word je anders als je de studio instapt? Nee, nee. Dat is het voordeel aan radio maken en al 20 jaar radio maken. Nee, dit is wie ik ben. Als ik daar ga zitten, dan is dit wie ik ben. Natuurlijk ga je daar je werk doen. En stel dat je kind ziek is 's ochtends en je moet bijvoorbeeld, wij waren in Parijs en mijn dochtertje lag thuis met de windpokken. Nu, luisteraars of kijkers hebben daar geen boodschap aan, want je bent daar je werk aan het doen. Dat moet je wel thuis laten, vind ik. Ja, ik zie jou altijd en ik ken jou nu al een hele tijd, want ik herinner mij nog dat we daar allemaal aan een grote tafel zaten bij de VRT als jonge meisjes. Voor het eerst bij de VRT op televisie dan, hè, gingen we ons ding doen allemaal. Nu zit je daar als zelfverzekerde, ervaren radiovrouw tussen met z'n drietjes eigenlijk jullie ding te doen, elke dag. Ja. Hoe is dat zo met z'n drieën? Is dat dan eigenlijk, wordt dat dan familie? Of ja, dat is wel wat. Zijn dat gewoon collega's? Ja, ten eerste zo van, als je dan zegt van je hebt ervaring, dan denk ik, maar nee, het moet nog beginnen. Nee, je hebt ervaring. Zo blijft het. Je hebt ervaring. Maar, 20 jaar is ervaring. Ja, maar zo voelt het niet. Nee. Maar inderdaad, wij zijn een beetje als familie, ja. Ja, ik zeg altijd, familie kies je niet. Mm-hmm. Maar je hebt een band met die mensen, omdat het familie is. En zo is dat ook met de madame. Mm-hmm. Iemand heeft ons samengezet en het klikt tussen ons. Ja, ik denk dat... Anders zou het toch niet werken, denk ik. Nee, ik denk dat ook niet. Dat is zoals K3. Hè. Mm-hmm. Dat is zo van, het moet klikken. Ja, er moet iets professioneels of iets intermenselijk klikken. Het moet een stukje jou zijn als je zo'n job doet, of anders gaat dat niet. En wij weten heel veel van elkaar. Katrien en Ilse en ik, wij weten echt heel veel van elkaar. Dus what goes in the studio of madame, stays in the studio of madame. Ja, Katrien vertelde ooit eens dat er een mevrouw was die zei van ja, het is tof bij jullie in de studio. Hè? Ja, het is, En Katrien zei ja. Ja, zei die mevrouw, ik kan lip lezen. En Katrien zei, ik kreeg zo'n hoofd. Ja, want jullie zitten natuurlijk te kletsen. Ja, de plaat is soms nog niet gedaan. En van aan het weekend en mijn man en mijn kinderen. Zo. Ja. Dus ja, er wordt wel wat verteld. Daar. Ja. En de oestrogenen vliegen daar rond de oren van de technici, want drie vrouwen, je werkt elke dag samen. Het is een technica. Ah, het is een technica, dus we zitten allemaal vrouwen. Samen. Ja. Dus, ja. En zorgt dat ook wel eens voor stress? Nee. Want ja, vrouwen zijn emotionele wezens. Nee, maar dat nooit, weten wij. Nooit gedoe. Ja, als iemand haar dag niet heeft, wij voelen dat aan, dan is dat zo... Even gas terugnemen. Ja. Even, en dan zeggen we, oh, gisteren, het was weer erg, hè? Of zo. Ja, wij voelen dat. Proces. Ja, wij voelen dat van elkaar aan. Het is echt zo de producer met zijn kippen zo. Mm-hmm. Ja, het is echt... Charlie. Ja. Hij heet toevallig niet zo? Nee, hij heet Hein. Hein en zijn angels. Ja. En je werkt elke dag, je hebt een gezin. Een man, een dochtertje. Als je moe bent, heb je dan een manier om jezelf eigenlijk even zo alles los... Hoe kom jij los? Of hoe ontlaat je? Ik weet dat eigenlijk niet. Sommige mensen springen op een trampoline, anderen gaan gillen, nog anderen gaan wandelen in het bos. Ja, ik weet dat niet. Ik kom thuis, een glaasje wijn. Een goed glas, ja, dat kan helpen. Ik ga heel graag op vakantie. Ik moet wel zeggen dat als ik... thuis kom, dan wil ik al mijn volgende vakantie gepland hebben. Dat is nu niet het geval en dat brengt onzekerheid met zich mee bij mij. En een beetje onrust. Ja, ik wil altijd weten wanneer ik weer weg kan. Jij gaat vaak naar Portugal, hè? Ja, elk jaar. Ja. Ja. En lang nu Ana Julia er is. Omdat mijn ouders zijn daar en de jongens zijn ouder. Mm-hmm. Dus met een baby en met puberjongens samen op reis gaan... Dat is een ander ritme. Mm-hmm. En nu in Portugal is dat fantastisch. Hè? De dochter blijft dan bij mijn ouders en wij kunnen met de jongens iets doen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk echt... Ja. Als ze wat groter is, wil ik terug de wereld intrekken met haar. Maar nu is dit fantastisch. Mm-hmm. Ja. Ben je relaxter als je in Portugal bent dan in België, waar het werk toch om de hoek loert eigenlijk? Ja, ik denk het wel.
Ik heb ooit eens, maar dat is lang geleden, voor school een reis naar Portugal georganiseerd. En dat was toen met een bus. Mm-hmm. En dat was een buschauffeur die mijn ouders kende. En ik weet dat die chauffeur nadien tegen mijn ouders gezegd heeft, dat is precies een andere Anja die daar is. Ja. Mm-hmm. In het buitenland, met andere mensen, andere energieën, dat brengt mij, ja, dat maakt mij rustig en dat geeft mij nieuwe impulsen dan, ja. Ik doe dat ook graag in mijn job. Ik moet regelmatig uit de studio. Mm-hmm. Ik doe dat heel graag. Is er iets waar jij je zonder spijt aan kunt laten gaan? Wijn? Jawel, Sanderendaagse heb ik heel veel spijt. Spijt. En dan ziet die mevrouw die kan lief lezen. Ja. Zeg, ik ben geen alcoholist, hè. Ja. Nee, maar een goed glas. Een goed glas, gezond, hè. Ja. Twee glazen rode wijn per dag is heel goed voor de gezondheid. Maar in wijn kan ik mij echt laten gaan. Ja. Mm. Het kerstfeest bij ons thuis, ja, dat begint dan 's middags. En rond 8 uur dacht ik ga mij op de grond leggen. Dan kan ik de conversatie nog volgen. Als moeder zei, wat doe jij staan, nu? Staan, ga niet ik meer. Ik zeg, ja, dan zo liggend kan ik beter volgen. Maar eigenlijk, en dan begin ik te wenen. Hè. Als ik dan zo gedronken heb, dan begin ik te wenen om de mensen die er niet meer zijn. Zo, ons moeken en ons vaken en ze weten het niet meer. En ons mama heeft dan zoiets van... Ze ligt weer op de grond. Ja, ze ligt er weer. Er zit te veel wijn in de vrouw. Maar dat is 1 keer op een jaar, dan mag dat. Hè. Ah, dus met kerstmis krijg jij jouw traditionele huilbouw. Ja, dan krijg ik mijn dipjes ook. Zo de feestdagen. Ja. Ik ben van geel, hè. En tegen de feestdagen en al die... Ja, komt in de war. Ja. Zeg maar, ben jij een emotioneel mens? Absoluut. En meer en meer geworden door de geboorte van Anna Julia. Ja? Ja. Nu kan ik kan geen leed meer aanzien. Mm-hmm. Ik was in december in Benin. Mm-hmm. In een ziekenhuis waar kleine kindjes geopereerd werden. Orthopedische operaties werden daar gedaan. Maar daar lagen ook kinderen te sterven. Ik kan het niet meer zien. Ik kan het op televisie ook niet meer zien. Dieren en kinderen. Ja, mm-hmm. Dat is zo mijn zwakte. Kwetsbare wezens. Ja, mensen die zich niet kunnen verdedigen. Ja. Ja. En heb je dan het gevoel, ik wil iets doen? Misschien wel. Door dat radioprogramma te maken in Benin, denk ik van... dat is mijn manier dan om dat in de kijker te brengen. Ja. Je had het net over de wijn. Heb je dat met voeding nooit? Zo junkfood? Zo? De negerinnen tetten. Een heel pak, hè, als het moet. Hè. Achter elkaar zo. Dan zitten wij zo, Fred en ik, samen in de zetel. Tegen de een aan de andere. Zo, ja. En voel je daarna dan schuldig? Och, mannetjes. Verschrikkelijk. Ja, we hadden het gisteren eigenlijk nog. Ik had een taartje gekocht voor een vriend die op bezoek kwam. En die was op dieet. Dus s'avonds, wij voor tv. Hè. En dan denk ik nadien, waarom? Spaar dat nu toch op tot morgen. Maar nee, dat moet op zoiets. Ja. Jij bent heel slank. Ja, dank u. Ja, ik vind jou echt supermooi. Ja. En is dat een strijd? Moet je daar iets voor doen? Nee. Ik was vroeger molg tot begin de 20. En dan plots ben ik vermagerd. En het is er dan een tijdje dacht ik van, ik moet op mijn eten letten. Maar sinds Anna Julia geboren is, kan ik daar echt niet meer mee bezig zijn. Ik heb energie nodig, ik heb eten nodig. Dus je verbrandt die heerlijke taartjes als vanzelf. Ja. We hebben het hier over de deugden en de ondeugden. En één daarvan is natuurlijk, hoe ga je met geld om? Ben je iemand die daar heel bewust mee bezig is? Nee. Waarschijnlijk ook omdat het niet moet, omdat ik elke maand mijn job heb. Want mensen die echt geen inkomen hebben, die moeten er bewust mee bezig zijn. Ja. Dus dat is een luxe die ik heb. Het is geen geheim dat men op de VRT geen fortuinen verdient. Maar ik ben gelukkig met... Dat ik een zekerheid heb in het leven. En verder ben ik niet zo gehecht aan materiële dingen. Mm-hmm. Ik heb daar met Ilse en met Katrien soms wel eens gesprekken over. Mm-hmm. Omdat Ilse ook wel graag mooie dingen koopt en zo. Ja, ik heb dat niet zo in me. Als ik ga niet graag winkelen. En ik voel moet toevallig op jouw weg komen. Zo, van, dat is een, En dan nog, dan zal ik het nog niet meenemen. Mm-hmm. Boeken en reizen. Daar kan ik wel geld... En daar denk ik dan ook niet over na. Dan denk ik van, dit wil ik hebben. Als je het hebt over deugden en ondeugden, heb je het ook over geloof. Mm-hmm. Ik vind van mezelf ook dat ik een gelovig iemand ben. Omdat ik vind dat geloof in elke mens zit. En je moet geloven in het goede van elke mens. En eigenlijk denk ik voor mezelf dat de essentie van elk geloof zo is. Christendom. Geloven in een God. En een God zit in elk van ons. Dus denk ik dat ik gelovig ben. Maar ik geloof niet in instituten. Mm-hmm. Het is nog altijd... Geen gouden tronen voor... Nee. En ik ben er nog altijd over aan het nadenken van... Moet ik onze dochter nu laten dopen of niet?
Moet ik ze laten inschrijven? Maakt het haar een beter mens? Maakt het haar een beter mens om bij een instelling te behoren? Misschien kan ze het later zelf beslissen. Ja? Ga je dat dan nog doen? Het is wel zo, ik ben een paar keer naar Israël geweest en het is heel fijn dat je naar je roots reist. Mm-hmm. Dat je daar op plaatsen komt waarvan je zegt van, oh, als kind heb ik daarover gehoord. Mm-hmm. Over hoe er gedoopt werd en het laatste avondmaal. Mm-hmm. En waar al die apostelen woonden. Nu, als je niet katholiek wordt opgevoed, ja, dan ken je dat allemaal niet. Hè. Dat is wel spijtig. Ja. Maar je kan als ouders wel het geloof van je kind mee creëren, ja, eigenlijk. Ja. Geloven, ja, in het goede in jezelf. Ja. Je hebt een foto meegebracht. Ja. Kan je mij daar wat over vertellen? Ja, dat wie is... Wie staan erop? Wel, dat is de eerste vraag natuurlijk. Onze dochter, Anna-Julia, mm-hmm, en haar Peter, Albrecht. Mm-hmm. Mijn beste vriend al sinds onze... Eigenlijk na onze conservatoriumperiode. Ook een radiomens, toch? Ja, maar wij hebben samen op school gezeten. En op school vond ik hem een beetje raar. Hadden wij geen contact. Ja. En dan zijn wij samen voor Radio 2 Antwerpen beginnen werken. En sindsdien zijn wij... bloedbroeders. Mm-hmm. Ja. En daar op de achtergrond een foto van mijn onkel en mijn tante en mijzelf als bruidsmeisje, maar dat zie je heel slecht. Maar dit was haar verjaardagsfeestje. Ze had Pippi Langkous kleren aan. Oh, Pippi is geweldig, ze is Pippi Langkous. Vanaf ze thuis komt, is ze Pippi Langkous. En mijn mama had dat gemaakt toen voor haar. En wie heeft haar verteld over Pippi? Komt dat van jou? Denk het wel, hè. Want Pippi Langkous is een rebel. Ja, het sterkste meisje van de wereld. Ja. Ja. Als je naar deze foto kijkt, wat doet dat met je? Ja, hartverwarmend. Ja. Het was heel raar eigenlijk, want Albrecht was een beetje te laat op het verjaardagsfeestje. En ze komt daar zo toe en ze vliegt hem zo rond zijn armen. Of in zijn armen. En het is ook heel raar, als ik zo over de familie praat, dan vraagt ze ook altijd, en Albrecht? Terwijl Albrecht helemaal geen familie is. Ja, dat doet mij deugd. Jullie noemen hem niet nonkel Albrecht? Nee. Het is gewoon Albrecht. Albep. Want in het begin kon ze zijn naam niet zeggen en dan zei ze altijd Albep. Zeg, jouw mama die heeft jou gekregen toen ze nog heel jong was, ja, hè, 20. Ja. En jij was 40 toen je dochter kreeg. Ja, denk je dat je een ander soort moeder bent dan? Absoluut. Ik heb de puberteit van mijn moeder meegemaakt, zegt zij zelf altijd. Heel jonge ouders, dus de 20er jaren, hun uitgangsleven. Ik ging mee op stap. Ik sliep onder de tafels. Ik sliep overal. Ik viel, is dat nog steeds zo? Ik slaap overal. Als we met de madame weg zijn, ik leg mij in een hoekje, ook op luchthavens. Ik leg mij op de grond en ik slaap overal. Het is heel gemakkelijk. Met kerstfeest ook, hè? Ah, voilà. Zie je, maar het is waar. Ik was weer naast tafel gaan liggen. Ja. Dat is anders. Ik denk, als je veertig bent en je wordt mama, dan wil je dat allemaal bewuster doen. Ook qua eten en zo, dan wil ik zo altijd het beste en het gezondste. Terwijl denk ik dat mijn ouders daar anders mee omgingen. Mm-hmm. Dat zij beter konden loslaten. Ze konden ook minder tijd aan mij besteden, omdat ze gewoon aan het begin van hun leven stonden en moesten werken. Terwijl je nu op je 40 bewust kan zeggen van, ja, ik ga een beetje gas terugnemen, want ik heb hier nu voor gekozen. Dus het is absoluut anders, denk ik. Mm-hmm. Denk ik, hè. Ja. Je mag dat denken. Jij kan het ook zeggen, Martin. Ja, ik kan het aan. Welke waarden wil jij aan Anna-Julia meegeven? Eerlijkheid vind ik zeer belangrijk. Haar hart volgen, altijd, ja. Dat is het belangrijkste, vind ik. Ik zie meteen zo'n denkrimpel komen. Ja. Waar komt dat vandaan? Heb jij het gevoel dat je dat misschien niet hebt gedaan en nu wel? En dat dat daarom zo belangrijk is om dat nu al mee te geven? Nee, ook om... Ja, ik vind dat moeilijk. Ik vind het moeilijk om over haar te praten. Ik vind haar altijd moeilijk. Ja. Ik had iets van... Oh. Omdat je daar emotioneel van wordt? Ja. Omdat ze zo dicht bij haar zit? Ik vind vooral... Ja, dat ze haar hart moet volgen. En soms zal ze dan geen grootse dingen doen. Of zal ze misschien daar niet komen waar ze wil. Maar het is wel met eerlijkheid gedaan. En dat vind ik het belangrijkste in het leven. Zo, dat je altijd... Dat je nooit ergens spijt van hebt. Dat je altijd kan terugkijken en denken van... Het was misschien niet de juiste weg, maar het was toen wel de weg voor mij. Je hebt Fred pas enkele jaren geleden ontmoet. Ja? Had je zoiets van... Dat is hem. Ja. Ja? Ja. Ja. Vertel. We kennen elkaar al heel lang. En dan plots zijn we elkaar terug tegengekomen toen we alle twee vrij waren. Toen hij getrouwd was, dacht ik soms nog van... Allee, zo'n mannen, waarom bestaan waarom die niet lopen in vrijgezelsbed? Ja. En plots liepen ze dan toch los rond. Mm-hmm. En we hadden dat aan
aan beide kanten zo, ja. Ja. Ja, en dan zit je hier natuurlijk met mij te praten over jouw deugden en ondeugden. Ja. En één der ondeugden is ontrouw. Ja. Is dat iets waar bij jou eigenlijk de lijn getrokken wordt van als hij ooit verliefd wordt op een ander, dan gaat de deur dicht? Oh, het kan natuurlijk altijd, hè. Mm-hmm. En misschien als je 20 jaar samen bent, kan er misschien altijd wel eens iemand komen. Je kan dat nooit weten. Maar ik denk, het is de manier waarop je daar als koppel mee omgaat. Mm-hmm. Dat maakt dat je dat overleeft of niet. Ik heb nu heel gemakkelijk praten, want het is ons nog niet overkomen. En als het zover is, voilà. Ja. En als het zover is, dan is dat verschrikkelijk, denk ik. Maar misschien mag je dat niet erop opgeven. Omdat je toch, zeker als je kinderen deelt, als je een leven samen hebt opgebouwd, is dat misschien wel belangrijker dan wat er even is. Zeg ik nu, nu ik het nog niet heb meegemaakt en hopelijk ook nooit ga meemaken. Als ik zou vragen, als je je geluk een cijfer zou moeten geven op een schaal van 1 tot 10, hoeveel zou je jezelf dan geven? 8. En hoe kom je nog hoger? Door betere afspraken te maken met mijn omgeving. Oh, dat moet je uitleggen. Ik heb een man die... Dus ik ben een structuurbeest. Ja. En ik heb een man die dat buiten zijn job helemaal niet heeft. Ja, maar anders is er geen balans. Ja, ja, hè? Dat moet elkaar aanvullen. Yin en yang wat dat betreft. Ja. Ja. En dan denk ik soms van... Oh, het zou gemakkelijker zijn als het nog beter geregeld was. Maar ook veel minder boeiend natuurlijk dan. Dus dat zijn zo onrusten die soms in mijn leven zijn. Ja. Dat de structuur niet gevolgd wordt. Zullen we dan 9 nemen? Maar ik dacht 8 is... Ja, want perfect gelukkig is ook zo saai. Ja, hè? Dat is boring. Ja. Ja. Ah, ja. Nee, plus, als jij iets minder gestructureerd wordt, dan wordt hij minder chaotisch. Dat weet je toch? Ah. Ja, dat is zo. Als is jij waar? Een beetje loslaat, gaat hij wat meer vasthouden. Zo werkt dat overal in de natuur. Ik zal niet voor een babysit zorgen morgen. Zeg, in elk geval, morgen een goede babysit. Wij graag nog een glas. En ik wil jou bedanken voor dit mooie gesprek. En dat jou graag vragen gedaan. Of jij op die camera nog een toast wil uitbrengen. Op iemand of op iets. Aan jou de keuze. Op het leven dan. Heel graag. Ja. En op oude collega's die toch eindelijk weer eens in een café aan één tafel belanden. Eindelijk. Eindelijk. En u zie ik graag terug volgende keer voor een nieuw boeiend gesprek over de deugden en ondeugden van mijn volgende gast. Tot dan.